Hey, welkom in deze nieuwe video van Polestar. Ja, mijn petekind heeft de televisie even aangezet, wat eigenlijk ook niet nodig was, maar mijn meneer dacht, dus dat het op veld rijden. Zo, wij gaan eerst even naar de winkel, kijken wat we daar kunnen kopen en dan gaan we straks met de fiets richting de licht magische show, die hebben jullie al gezien. Trouwens, er zou daar ook een ballon moeten zijn, ik heb hem nog niet gezien. Maar ik ga toch eens kijken met hem, hij heeft nog niet gezien hoe hij gaat reageren. Vorige keer heb ik dat geprobeerd, maar was hem heel moe. Dus ik hoop dat hij nu een beetje minder moe is. Maar we gaan eerst proberen naar de winkel te gaan en daar gaan we kijken wat we nog moeten hebben. Want we hebben nog geen aardappeltjes om vanavond te eten. Dus dat is wel belangrijk dat we aardappeltjes hebben voor vanavond te kunnen eten. En dan gaan we hier nog een beetje opruimen voor morgen, want we willen natuurlijk wel morgen een goede indruk nalaten natuurlijk aan die mensen. We weten ook geen uur, dus daarom dat het ook heel belangrijk is om het proper te maken. En niet dat het hier zo vuil is, mensen. Dat niet natuurlijk, maar het is vooral die twee die het nogal soms een beetje bont maken, omdat ze dan bijvoorbeeld een stro en zo blijft er allemaal niet zo goed in. Dus daarmee. En hij is ondertussen daar aan het spelen. Hier is hem dan, de kleine maat. Zo, we gaan allemaal aan de deur staan. Aan de deur. Ja. Kom, we gaan aan de voordeur. Daar is de voordeur. Je loopt hem dan hand in hand. Nee, niet oog in oog. En met stappen met Peter. Dan lopen we hier zo. Dat is die grote baan. Dat is een grote baan hier. En hier lopen we nu. Te wandelen. We gaan namelijk naar de GP. Gaan we naartoe gaan. Meneer loopt hier. We gaan zes karken pakken. Ik denk dat wij zo'n kar gaan pakken met de auto. De meneer is zelf aan het rijden ondertussen. De meneer heeft zelf de kar gepakt. Moet rijden. Zo, wij lopen nu hier richting het park. Daar gaan we beginnen omdat we daar toch voorbij lopen. Normaal moeten we beginnen op de markt. Maar jullie hebben het eigenlijk allemaal een klein beetje al gezien. Ik heb het al eens een keertje gefilmd. Dus. Maar omdat we dichterbij zijn nu aan het park, gaan we eerst beginnen met het park. Om die lichtjes te bekijken. En dan zo verder. Ik maak ook wel heel veel leuke foto's van hem. Zo. Worden weer door elkaar geschud. Dat is de eerste keer dat ik dat gaat bekijken, dus ben ik benieuwd of dat leuk vindt, ja of nee. Het is benieuwd naar. Het park zal toch wat donkerder zijn, denk ik. Zo, we zijn in het park. En al het gepeper zijn we aangekomen. Ik had zijn eerste keer zijn, want hij is hier al aan het kijken naar de lichtjes. Ik denk, ik moet daar niet voor op de brug zijn. Ja, daar gaan we op. Ja. Daar moeten we op. Die gaan we zien. Gaan we mee naar de brug? Ga je mee naar de brug? Hij kan. Zo'n grote jongen, die kan al wandelen. Hè?
Ja. Daarbij zien ze de maan veranderen van één grote bol in verschillende bollen. Wat is dat, Emma? Wat zijn al die spiegels? Waarom zijn we in een bos, Sarah? De twee zusjes stappen uit hun bed over de vensterbank heen, het maanlicht en de mysterieuze spiegels tegemoet. Slapen we nog? Vraagt Emma aan Sarah. Ik weet het niet, zus, maar dit is zo leuk! We zijn precies in een magisch bos terechtgekomen. Wow! Kom, laten we naar de spiegels kijken. En zo lopen Emma. Zo, we gaan er terug af. Voorzichtig. Voorzichtig. Ja. Maar dan mag Peter ook niet blijven hangen, want dan vallen we zeker. Ga maar tot aan de buggy. Ga maar tot aan de buggy. Ja. Aan de buggy wandelen. En de vogels. Zouden we in deze magische wereld zelf kunnen vliegen, Emma? Zoals de vogels? Vraagt Sarah. Beide zussen lachen. Natuurlijk wel, zeggen ze tegelijkertijd. Ze gaan allebei op de rand van de mand staan en springen de lucht in. We vliegen echt! We lopen hier ondertussen de oude kerk. Van restaurantjes. De plannen zijn ondertussen veranderd. Nee, we gaan nog altijd naar al die dingen gaan kijken hoor. Maar meneer moet... Allee, meneer blijft slapen bij mij, dus ik hoef me niet te haasten. Dat is wel een voordeel. Dat ik moet je zo haasten en zo. En nu kan ik op mijn gemak alles doen. Ja. Huh? Daar staat hij. Ik weet het, dat is iets mooi, klein. Ik zal een foto maken van jou. Gaan we toch richting ons doel. Ja. Het podium waar Enzo ooit op gaat belanden. Het podium. Nu staat hij naar het podium. De echte ster van de avond. Hier is Enzo. Enzo Boldstar. En hij doet zijn dans en zang. Wandel dan maar eens door. Dat hij het mooi vindt. Ja, stop op een gegeven moment. Ja?
Vast en voorzichtig wandelen de twee meisjes onder de lichtjes door. Wow. Wat een mooie stem. Ik kom af wie dat heeft geschreven. Zo'n mooie stem. Met een sterrenhemel. En elk lichtje staat voor een ster. Mogen we hier een wens maken, denk je, Sarah? Vraagt Emma aan haar zus. Ja, tuurlijk. Wat wens jij? Nee. Zegt Emma. Terwijl ze haar slaperige hoofdjes schudt. Maar echt. Dat mag je niet zeggen. Dat mag niet hoor. Maar jawel. Ja. Ga maar eens aan de puur. Sarah haar zusje aan. Dat zijn fabeltjes. Zeg het maar gewoon. Oké. Puggy staat daar. Zo. Puggy staat daar. Dag. Dag. Ja, dat zeg. Ga met de buggy. Ga met de andere buggy. Ik ga even kijken naar de lichtjes. Is het mooie lichtjes? Is dan aan het kijken. Wij zijn thuis. Niets is beter dan thuis. Voor af en toe, ik ken niet heel die muziek. Ik kijk daar ook niet naar trouwens, maar ik dacht van, dan moet je echt doorlopen. Kom. Hoe komt iemand aan? Volop te eten, te genieten van de menu. Ik had jou nog een vork moeten geven. Maar goed. Bij deze sluit dan ook de video af. Vond je het een leuke video? Duim boven, niet abonneren en ik ga proberen. Natuurlijk, wat er morgen gebeurt, ga je niet meteen zien in de video's. Sowieso niet, want dat zal wel geheim. Ah ja, moet op televisie komen, hè. Dus ja, dan ga je sowieso niet zien, maar wel.